Rodania. Rien. Wie? Rodania. Hello, I'm Modi van Zeeland. Rien. What's up en welkom bij die aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, jullie game-commentator. Voilà, we zitten klaar alweer voor wat giveaways, want dit is de 9e in de rij van 10 vandaag. Jawel, in deze video ga je dus giveaway 9 vinden. En komend weekend ga ik giveaway 10 weggeven op mijn Twitter-kanaal. En dat zal vooral zijn met de bekendmaking of de einduitslag van de poll die momenteel aan het lopen is op mijn community-pagina van YouTube. Dus ga in ieder geval daar nog een kijkje gaan nemen en gaan stemmen als je het nog niet hebt gedaan voor welke pro-cyclist je graag wil en welke carrière-mode je graag wil te zien krijgen op Pro Cycling Manager 22 natuurlijk. Voilà! We gaan naar de voorlaatste aflevering kijken van de Pro Cyclist mode op PCM 21 met Marie van Zevenand. We waren bezig met de Tour de France. We gaan naar de finale week, jawel. En wie van deze drie tenoren gaat hem uiteindelijk winnen? De kanshebbers om deze Ronde van Frankrijk te winnen. Maar oké, ondertussen is toch al wel wat duidelijk geworden dat Tadej Pogacar aan een solo slim is begonnen. Ja, zoals in real life een beetje. En deze mannen van de Wolfpack zijn wel nog steeds aanwezig. Voltallig trouwens ook. Met Ballo daarbij natuurlijk. Met onze eigenste pro-cyclist Marie van Zevenand. Kasper Asgreen is er ook nog steeds. De Deense kampioen die rijk geen meer is. Mikael Froilich Honoré, zijn landgenoot, staat nog steeds ook aan de start van etappe 15. Gaan we straks krijgen. João Almeida, de Portugese kopman bij de Koning Quickstep. Want je had nog geen echt Quickstep Alpha Vinyl in dit verhaal. Maar oké, zwart. Almeida lijkt toch een beetje het kopmanschap te gaan verliezen aan van Zevenand. Alaphilippe is goed, zeer zeker. Ook Sam Bennett is erbij. De sprintkopman. En deze Rémi Cavagna ook nog steeds naar Parijs aan het rijden voor de Koning Quickstep. En voilà, dit wordt het parcours voor de derde week. We starten met de aankomst in Carcassonne. Waar, ja oké, een paar bergsprinten liggen. Maar ik denk nu niet dat we heel hard moeten gaan inzetten op deze bergpunten, maar deze wel. Hè. Kijk eens aan, klim van eerste categorie, de Port de Lers en de Péguer, ja, de Muur de Péguer. Daar moeten we natuurlijk punten pakken. En ook in deze 17e etappe met Aspin en nog een paar andere klimmen zoals Val-Louron zijn er zeker en vast punten te verdienen voor de bollen. Want dat blijft nu toch wel onze eerste prioriteit, al willen we ook graag die top 10 verwezenlijken. Maar ja, Otakam komt er ook nog aan. Jawel, Dobisk. Ja, er is nog heel wat insane klimgeweld in deze derde week. Dat is ook duidelijk. Etappe 19 is een duidelijke overgangsetappe. Etappe 20, ja, is weliswaar niet zo'n leuke tijd. Zeker niet voor Mauri. 40 kilometer. Het is gelukkig wel een beetje geaccidenteerd. Dus ja, wie weet dat we nog een redelijk deftige tijd kunnen neerklokken. En hopelijk kunnen we na die tijdrit de top 10 behouden. Als we al in de top 10 terechtkomen voor die tijdrit. Dat is ook nog de vraag. En de Champs-Élysées natuurlijk. De afsluiter van de Ronde van Frankrijk. Traditioneel. Kelly Pune, Sam Bennett, Mats Pedersen, Arnaud Demare, Wout van Peter Sagan, Jasper Philipsen, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo. Dat zijn de mannen die hier in etappe 15 misschien de dagzegen gaan pakken. Het gaat wel over 198 kilometer. Voilà. De regen is ook in Frankrijk nedergedaald. En wij zijn hier ook nedergedaald. Want kijk eens aan. We zitten alweer in die bollen. Ja, ja. We hebben alweer die bergtrui. En kunnen we hem deze keer vasthouden? Dat is de vraag. Gaan we hem in de laatste week kunnen binnenslepen? Gaan we daar in Parijs op het podium terechtkomen om die mooie witte trui met rode bollen over onze schouders terug te kunnen knallen, over ons hoofd te kunnen trekken vooral? Ja, daar begin je mee. Dan ga je met de armen of is het eerst omgekeerd? Ja, ieder zijn eigen ding zeker. Voilà. Dit is het frame. Nogmaals aangepast met toch wel een kleine verwijzing naar zijn Belgische titel. Ja, ja. Twee keer op rij in deze Pro Cyclist mode. Belgisch kampioen met Marie van Zevenand. En natuurlijk gaan we in de laatste aflevering wel nog even wat overlopen wat de resultaten waren. En we nemen natuurlijk ook nog de laatste resultaten van het seizoen mee. Met de TK, met de 2K onder meer. Ja, vier vroege vluchters momenteel het sop in.
En wij gaan de eerste persvragen erin knallen. En het zijn er een paar op een rij. Ja, Rune Gaming, wie wint de Dauphiné? Ja, het antwoord weten we ondertussen al natuurlijk. Primoz Roglic. Het zijn persvragen die al een tijdje op video's zijn gesteld. Ja, ik kon dat ook niet in de eerste impressie van PCM 22 steken. Linus met dan nog de vraag wat ik van Wout van Aert vond in de Dauphiné. Ja, heeft een heel goede Dauphiné gereden. Nicolai, ja, wat vond je van Timo Willensen veekrampen? Ik heb dat precies gemist, Nicolai. Ik kan het mij niet herinneren. En Lars, wat vind je van het fantastische neoprofseizoen van Arno de Lee? Ja, en R6 heeft daar ook nog een vraag over. Moet Arno de Lee mee naar de Vuelta? Ja, ik zou zeggen van wel. Lotto, pak de Lee gewoon mee naar La Vuelta, man. Want de Lee is momenteel Lotto zwaar in de World Tour aan het terugtrekken, hè, mannen. Echt bijzonder straf. Ze stonden echt al een gigantische kloof, mag ik het nu misschien niet noemen. Maar ze stonden echt wel veel punten achter. En dan begint plots de Lee daar, ja, die tweede categorie koersen, als ik ze zo mag bestempelen, niet oneerbiedig, allemaal te winnen. En plots Lotto bijna terug in de World Tour. En hier nog een massasprint even meepakken. Het is Viviani die trouwens Lotto hier gaat kloppen. Voilà, Caleb Ewan wordt tweede achter die Italiaan. Ja, vreemde sprint weer hier in Carcassonne. Ja, het is zo wat bochtig, hè. Altijd raar op Pro Cycling Manager. En Caleb Ewan is tweede, dus Gaviria op drie, dan Peter Sagan en Semke Bennett. Hij is uiteindelijk vijfde voor de Wolfpack, ja. En wij zijn elfde. Mooie ereplaats alweer. Veel meer konden we hier niet echt uitvreten vandaag. Ja, voor de bergpunten konden we niet meestrijden, want de vlucht van de dag heeft dat verkloot. Oké. Okay. En voilà, de top 10. Ja, we staan er op een zucht van, maar we staan er al een tijdje op die elfde plek. Dus ja, het wordt een moeilijke. Het wordt een moeilijke, die top 10. We hebben wederom wat werk verricht en een klein stapje alweer dichter bij level 37, het maximum level, die ik echt wel wil halen voor het einde van deze Pro Cyclist serie. Maar zwart, dat zal voor deze aflevering of misschien voor de volgende zijn. Ja, voor de volgende sowieso, hè. Zeker met die maandwissels heb je altijd XP-punten die je erbij krijgt. Dus normaal moet dat goed komen. Bernal Pogacar, de gebroeders Yates, Lopez, Landa, Higuita, Vlasov, Godu, Carty. Dat zijn een paar namen die naar voren komen om deze etappe te winnen. Over de Peguer en de Pordelers. En ook van Zevenhand in het Tourmagazine. Maar kijk eens aan. Dan denk je, oké, het is vandaag tijd om die bergtrui veilig te stellen. Julien Alaphilippe zit in de vlucht van de dag, dat is al mooi. Maar wij kunnen niet volgen op de Pordelers, mannen. Het tempo gaat zo hoog, dam. Peloton is aan het knallen. En ja, het lukt gewoon niet. Nee, we zitten bijna à blok op deze eerste beklimming van eerste categorie. En de Peguer moet straks ook nog komen. Wat gaat dit hier nog allemaal geven? En gaan we onze bollen verliezen? Dat is ook de vraag natuurlijk. De Pordelers, 11,6 kilometer, 7% gemiddeld. Maar het is echt wel gewoon sterven op deze beklimming. Voilà, de gele balk zo goed als weg. Natuurlijk helpen die fitness en de vermoeidheid ook niet, hè? Want ik heb eens gekeken, de vermoeidheid begint er nu wel heel zwaar in te hakken bij Mauri. We zitten al rond de 70%, dacht ik, vermoeidheid. En Alaphilippe komt als eerste boven voor Bernal. En we krijgen plots twee stevige concurrenten erbij voor de bollen. En uit eigen ploeg, dat is minder. Julien kan niet doen, man. Nee, begint daar niet aan. En ondertussen is het ook aan blok gaan op de Muur de Peguer. 9,3 kilometer in totaal, 8% gemiddeld. Maar het is vooral dit stuk die moordend is. En Lopez heeft ondertussen Treimesop gekozen met nog twee andere metgezellen. En R6 met nog een persvraag. Wat vond u van de ondeugende manieren van Molano? Ja, foei Molano. Ja, mag niet, hè, man. Ja, je moet je handen thuis houden op de fiets. Zo simpel is het. Dat je nog eens een kwakje geeft en dat soort toestanden met de schouder, de heup, het been, weet ik veel. Ja, geen voetvegen of zo, dat zou ik nu ook niet doen. Of karate trappen. A la Cantona op de fiets. Nee, dat zou ik allemaal niet toelaten. Maar oké, een kwakje met de arm, de schouder, het middenrif, mag allemaal. Maar voor de rest staan gewoon je handen thuis. Dus volledig terecht dat hij daar uit koers werd gezet. Molano, ja, kon gewoon niet door de beugel. En dan hebben wij uiteindelijk wel de Peguer overleefd. Ja, het was met horten en stoten. Met hakken over de sloot. Amai, amai, amai. En het is hopen op die vormpiek. Want anders vrees ik dat de bollen moeilijk wordt. En de top 10 ook, ja.
We gaan echt wel die laatste dagen nog die vormpiek nodig hebben. En hier, Vlasov, die was weggereden met Lopez en Carty. Ze blijven voorop, jawel. En het is uiteindelijk de Rus die de sprint hier wint tegen Hugh. Miguel Angel is uiteindelijk derde. Van Aert pakt hier plek 4. Ja, dat is nu ook niet zo'n wonder. Pakt wel wederom wat lekkere punten voor die groene trui. En wie gaat hem daar nog uithouden? Ja, Caleb Ewan is ook wel nog een gevaar hoor, voor die groene trui. Maar dit is het resultaat van de dag. Rusland op 1, Brittannië op 2, Colombia op 3. En dan hadden we uiteindelijk een Belg op 4. En wij finishen alweer op een mooie ereplek, maar het was lastig. Het was afzien, ja. Het was afzien bij de beesten. Maar uiteindelijk blijft het verschil wel gelijk. Dus dat is goed, dat is zeker goed. Maar we hebben geen bergpunten gepakt en dat is jammer. Want Alaphilippe en Bernal schuiven dichter. En nog wat andere klassementsmannen komen nu ook meer en meer in de buurt. Hè. Dus ja, het is nog een lange weg naar Parijs. Dat is duidelijk om daar die bollen veilig te stellen. Dan gaan we nog even de evaluatie meepakken. Ja, 3 XP-punten. Wauw, bam, volle bak. En we gaan eens kijken naar deze volgende etappe. Op 14 juli gaan we die rijden, maar we kunnen onze fitnesspiek triggeren. Ja, oké. Okay. Dat kan nog van pas komen. Nog 2 bergritten te gaan. Nog een tijdrit. Ja, dat kan zeker en vast helpen. Zeer zeker. Donostia San Sebastian nog even op onze planning zetten. Kunnen we daar nog van onze vormpiek profiteren? Maar het zal een beetje afhangen van de vermoeidheid. Hè. Die is nu al heel hoog. Dus ja, met hoeveel vermoeidheid gaan we uit die Tour komen? Hoe snel gaan we recupereren? Ik ga de Ronde van Polen er nog even bij zetten in de planning. Maar de kans is groot dat ik hem alsnog niet ga verrijden. De Bing Bang Tour stond er sowieso al op. In Lombardia gaan we ook nog doen in de laatste aflevering. En dan gaan we natuurlijk ook nog het EK en het WK verrijden. Als we mogen meedoen natuurlijk, want ja, dat is nog de vraag. En etappe 17 met onze fitnesspeak. Jawel, Daspin gaan we onder meer doen. De Val Louron. Dus zeker en vast een etappe die gaat tellen voor de bollen. Maar ik hoop dat het genoeg is. We gaan het zien zometeen natuurlijk. Voilà, je ziet het balkje helemaal vol. Ja, de voorspelling voor de dagvorm is wel niet super. Min 1, dat is niet lekker, PCM, met een vormpiek. Maar oké, komt door de vermoeidheid, komt door die lage fitness. En deze mannen maken vandaag alweer kans om te winnen met Bernal, Yates, Lopez, Pogacar, Landa, Vlasov, Yates, Carty, Vos en Mas. En het zijn Yates en Moscon die in het Tourmagazine staan. En kunnen wij misschien nog een tweede zege pakken in deze Tour in de slotweek? Ja, het antwoord lijkt alweer nee, want op de Col d'Aspin hebben we het lastig. Ja, ja, ja. Alweer moeten we er vrij snel af in het peloton. En Soler pakt hier de volle bijt met Bardet ook nog eens bij zich. En ook Alaphilippe aan meeschuiven, maar die kwam niet zo goed uit daar op die Aspin. Maar zit momenteel wel nog in de voorste regionen. En wij niet, hè. Wij hebben het lastig, man. Het is zo vaak afzien in deze Tour en zeker in deze laatste week. Daar de groep der favorieten. Ja, hopelijk in de afdaling kunnen we terug de aansluiting maken. Ik probeer hem ook niet te veel op te blazen natuurlijk. Maar hoeveel punten gaat Markske nog pakken voorin? Want dat wordt ook wel een semi-gevaar. Ja, en hij pakt ze hier ook. Hij pakt ze ook op de Anquison. Damn. Het gaat hier bijzonder spannend worden deze al voor die bergtrui. En wij moeten nu echt wel wat tempo maken. Kunnen we nog opschuiven? Ja, daar is wel de groep Almeida. Ik vermoed dat dat ook de groep der favorieten is. En Soler komt nu op 65 punten. Olaf met nog een persvraag. Wat vond je ervan dat Wouter te vroeg juichte? Ja, Wout van Aert neem ik aan dat hij daarmee bedoelt. En Game Lu, wat vind je ervan dat Thibaut Nijs een profcontract bij Trek heeft getekend? Ja, goede zet van Trek, absoluut. Dat is een zet met het oog op de toekomst. Thibaut heeft wel talent hoor. Heeft meer talent op de weg dan in het veld. Dat is ook al duidelijk gebleken, vind ik persoonlijk. Dus ja, ik denk dat Thibaut Nijs er op de weg wel gaat komen. Gaat hij een wereldtopper worden? Nee. Of ja, dat kan hè. Ik heb ook geen glazen bol. Maar ik denk wel dat het een decent wegcoureur gaat worden. Absoluut. En ja, Wout van Aert, ja. Of je nu het Zabel heet of Bettiol is nu ook gebleken. Of Julien Alaphilippe. Je ziet het, de allergrootste hebben het wel eens voor dat ze te vroeg juichen. En ja, oké, okay, bij Wout van Aert was het ook zo. Het zag er heel schlimmelig uit, maar oké, okay, ja, is wat.
Hij had Gaudu niet gezien. Kan gebeuren. Die kwam ook pijlsnel natuurlijk van onder zijn schouder of van onder zijn oksel, als je het zo mag noemen. En Marc Soler wint nog eens deze etappe ook. Oh, Soler, man. What the fuck, jongen. Hij pakt bijna op alle calls de meeste punten. En hij wint ook nog eens wat nogmaals extra bergpunten zijn. En wat zegt dat nu over onze bollen? Zijn we hem kwijt, mannen? Oeh, oeh. Ik had niet verwacht dat Soler nog ging winnen. Oh, damn, damn, damn. En dat is vooral door Bardet. Daar mag hij echt wel een bedankje naar sturen. Want samen op pad, die mannen van DSM. Maar wat levert dat op voor de bergtrui? We gaan het daar rechtsboven zien. Daar is al het podium met Soler op, de dagwinnaar. Pogacar uiteindelijk op 17 seconden. Gaudu op 21 tellen vandaag. Wij verloren 3:41 op Soler. Almeida verloren nog meer, dus ja, oké. Okay. En we staan nog op het podium, oké. Okay. We hebben nog de bollen. Tenzij het Julien is. Nee, als je heel goed kijkt, zie je toch een Belgische vlag staan. Ja, het is heel klein, ik weet. Maar zwart, ik vind het wel leuk als je dat daar gewoon incropt in dit overzicht. En we gaan naar het algemeen klassement. Voilà, Pogacar nog steeds aan de leiding. 3 minuten ruime voorsprong dus op Gaudu. Ook Bernal staat daar nog op 3:25. Dan gaan we al boven de 4 minuten met Van Aert en Landa. Dan Lopez, Vlasov, Carty, Yates, de mannen uit UK. Dan hebben we Guillaume Martin. En ja, wij hebben nu toch wat tijd terug verloren op Martin voor plek 10. Ja, die top 10. Het lijkt er toch niet helemaal in te zitten. Vos op 12, Almeida op 13, Bardet op 14, Yates op 15 en Geraint Thomas op 16. En ook al staan we eigenlijk het beste ervoor van de Wolfpack, ja, kopman zijn we nog altijd niet. Hè? Want we krijgen nauwelijks hulp in deze Tour de France. In deze 18e etappe naar Otakam zou het wel helpen natuurlijk. Maar oké, het zit er precies ook weer niet in. Bernal, Yates, Pogacar, Lopez, Landa, Yates, Vlasov, Vos, Carty, Mas. Dezelfde mannen. Dobis gaan we als eerste doen buiten categorie. Ja, daar moeten we als eerste boven komen. No matter what, daar moeten we als eerste boven komen. Want anders hangen we er waarschijnlijk nog aan. Die 20 punten van Dobisk, die moeten we hebben. Dus ik ga me volledig kapot rijden op Dobisk met Van Zevenhand. En ja, zorg dat voor een gigantisch defeat, nederlaag in het algemeen klassement of tijdsverlies vandaag. Dan is het zo. Dan is het zo. Maar je weet, gameplan al meteen. We gaan alles geven daar op Dobisk. Want kijk eens aan, Soler is tot op 2 punten teruggekomen, mannen. Tot op 2 punten. De vormpiek helpt ons wel vandaag. Kijk eens aan, een +4. Soler is trouwens in de aanval getrokken met Julien. Dus ja, wij moeten iets doen. Wij moeten iets doen. Ik dacht toch dat Soler daar was meegesprongen met Alaphilippe en co. Dus de reactie van Van Zevenhand. En hopelijk laat het peloton ons rijden, mannen. Want anders zijn we echt wel gescharreld, geschotst. En als ze nu nog wat wil overnemen, Kelderman, graag Andersen, Dylan Teuns. Altijd mogen natuurlijk. Kom aan, mannen. Meerijden, acrobatische afdalingen. Hopelijk kunnen we knallen naar die eerste groep daar. 6 renners waren het, maar uiteindelijk uit alleen Soler stand. Peloton laat ons niet rijden, dat is duidelijk. Maar ze maken wel tempo op Dobisk. Dat is heerlijk. Dankjewel Ineos daarvoor. En wij moeten nu wel het laatste stuk doen qua tempo maken. En kunnen we Soler nog oprollen? Want kijk naar onze gele balk. Maar ook Soler zit à blok. Ook Soler zit à blok. +2 dag voor bij Markske. Marie heeft een +4. Kom aan, man. Dit is echt een bijzonder belangrijke top. Col Dobisk, 16 kilometer, 7,4%. Soler gaat niet meesprinten. Soler gaat niet meesprinten. Nee, hij zakt weg. Wij gaan volledig à blok. Soler komt hier nog. Bernal probeert nog. Nee. Het is Van Zevenhand die als eerste Dobisk pakt. Oeh. Oh, zalig. Ik denk dat het binnen is. 20 punten van Dobisk. Ik denk dat het binnen is. Alhoewel, daar gaat Bernal. Daar gaat Bernal, Colombiaans kampioen. En die maakt ook nog kans voor die bergtrui. Kijk eens aan. Zet zichzelf op 75 punten nu. Ja, Otakam. Als hij daar als eerste boven komt... Ja, dan komt hij wel heel dicht. Komen met nog een persvraag. Zie je Van Zevenhand nog een belangrijke koers winnen in de toekomst? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat Van Zevenhand wel nog progressie gaat maken, hoor. Het slabak nu een klein beetje dit seizoen. Maar geef hem wat tijd. Hij is goed begonnen bij de profs. Heeft nu een kleine terugval. Maar ik zeg het, die progressie komt er wel nog. En ja, hij gaat wel ooit in zijn belangrijke koers winnen. Grote ronde dat niet. Dat lijkt nu ook wel duidelijk, maar... Ik hoop dat hij de kleine rondes misschien in de toekomst, binnen 2-3 jaar.
En als die progressie er niet komt, dan is het ook zo. En Otakam gaat uiteindelijk alweer Pogacar zien winnen. Ja, Pogacar is gewoon zo goed, man. Wow, wow, wow. Dat hij, ja, Bernal is ook wel goed hoor in deze Tour. Gaudu komt als derde binnen. Adam Yates verliest tijd. En ook Van Aert gaat alweer een pak aan de broek krijgen. Ja, Van Hoeken. Wow. Harmke is vijfde vandaag. Oké, oké. Vlaashoff op plek 6. En uiteindelijk al bij al om vol te gaan op Dobisk komen we hier nog best goed binnen. Kijk eens aan. Mari was 7, ja, plus 4. Hè. De dagvorm heeft ons wel geholpen vandaag. En de fitness is ondertussen al tot 86 gezakt. Ja, we blijven zakken in fitness. Dat is leuk. Eigenlijk niet, maar oké. Pogacar alweer dus de primus. 15 seconden op Bernal gepakt vandaag. 18 op Gaudu. Net geen minuut op Yates. Meer dan een minuut op Van Hoek en Vlaashoff. En uiteindelijk werden wij dus 16e vandaag met Mauri. 2-19. We hebben bergpunten gepakt. Dat is ook lekker. En zijn er misschien mannen... Oh, Guillaume Martin. Guillaume Martin, 6 minuten. Oh, wow, wow. We komen de top 10 binnen. We komen de top 10 binnen. Oh, die had ik niet door. Die had ik niet door dat Guillaume Martin op zoveel tijd is binnengekomen. Ik had hem wel onderweg even gespot dat hij hier wel wat door zat. Maar dat hij zoveel uiteindelijk zou verliezen is wel mooi. Maar oké, Bardet en Vos, die staan ook nog in de buurt. Martin uiteindelijk ook. Maar ja, er komt nog een tijdrit, hè, mannen. Er komt nog een tijdrit. En vooral Tobias Vos, die kan wel tegen de klok knallen. Ja, ik hoop dat hij gewoon geen goede vorm meer heeft. Voilà, 12 punten voor op Bernal. Want de bollen, ja, dat moet genoeg zijn. Dat zou genoeg moeten zijn. We gaan naar de volgende rit. Is etappe 19. En hier liggen de laatste bergpunten. Ja. Hier liggen de laatste bergpunten. En mathematisch... tenzij dat er nog bergpunten te verdienen zijn in de tijdrit. Maar als dat niet is, is het mathematisch eigenlijk zeker dat wij de bergtrui winnen. Maar oké, we gaan een beetje nog moeten afwachten met die tijdrit. Want vandaag 2-1... En nog eens 1, dat zijn 4 punten in totaal. Bernal moet die al allemaal pakken. En dan moet hij ook nog eens daar ja, de bergsprint, als er één is, in de tijdrit winnen. Dus ja, het lijkt me bijzonder moeilijk te gaan worden voor Bernal. En misschien is het zelfs al onmogelijk. In ieder geval, we gaan naar de finale van deze etappe. Niet al te veel gebeurt. Wel het peloton die af en toe scheurt hier in de finale. Wederom omdat het wat geaccidenteerd is. En dan gaan we naar de massasprint. Met Demar, met Van Aert natuurlijk, met Ewan, met Bennett. We hebben het wiel van Sammeke gekozen. En waar kan Bennett ons brengen? Alhoewel, we zitten wat ingesloten. Wij gaan toch als een van de eerste aanzetten. Caleb Ewan komt er heel snel over. Pogacar gaat meedoen. Ja, kijk eens aan. Tadej kan alles. Als je maar recupereert van de bergje, moet je stellen. Demar pakt uiteindelijk plek 2. Pogacar plus 5. Wel ja, had weer superbenen. Hij had weer superbenen. Derde plek voor Tadej en Bonis. Finish zelfs voor Bennett en Van Aert. Ja, oké. Okay. Sterk, sterk, sterk. Wij uiteindelijk 7e. Dat is ook mooi. Ja, het was een beetje een vreemde sprint. Kwam heel laat op gang. Maar Caleb Ewan, die wist het wel mooi af te werken. En wij blijven op plek 10. Ja, oké, ja, oké. Okay. Gaat ons lukken. Het ziet er goed uit. Ja, het ziet er toch decent uit. Ik hoop dat het lukt. Bardet, ja, daar moeten we echt geen schrik van hebben. Die kan ook niet tijdrijden. Onze tijdrit hebben we toch al wat bijontwikkeld in de Pro Cyclist mode met Mauri. Dus het is vooral Tobias Vos. Dat is nog het grootste gevaar in deze tijdrit. Voilà. Net geen 40 kilometer tegen de klok. Ganna natuurlijk met Van Aert en Koen, de topfavorieten. Ja, Cavagna mag je daar ook bij zetten. Graag Andersen, McNulty, Asgreen, Bjerk, Dumoulin en Leknessen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ben benieuwd. Ganna, Van Aert of iemand anders? Kan allemaal. We hebben 3 tussenpunten. En je ziet het op het einde, is het vooral meer heuvelbergachtig. Dus... ik denk niet dat er nog een bergsprint ligt. Ze zijn aan de finish, dat daar bergpunten liggen. Dat zou nog kunnen. Ja, daar loopt het wel op, hè. Daar loopt het wel op, dat laatste stuk. Maar ik denk dat de bergtrui binnen is, mannen. En we gaan eens kijken. We hebben wat plussen staan. Het is geen topdag, nee, want anders staat daar een hoger getal bij die plusjes. Het is een plus 2. Oké, okay. Plus 2 voor de man in de bollen.
Ganna ondertussen al de beste tijd aan tussen punt 1. Dat is ook geen verrassing, nee. En welke tijd gaan wij zo meteen daar klokken? Voilà, tussen punt 1 is 18 seconden. Oh, damn. Wat is dit? 18 seconden, Marie was 7 hand. Oké. Dit is lekker, mannen. Dit ziet er goed uit. Zeker voor de top 10. Gerben de Jong met toch de persvraag. Wat vind je dat de Benelux Tour niet doorgaat? Ja, het is jammer. Het is nu ook wel geen ultra gemis. Het is niet echt een ronde die uitblinkt of die uitstraalt. Maar oké, het is wel jammer voor ons dan. Hè? Voor de mannen uit de lage landen. En tussenpunt 2 was goed. Minuut en 12. Tussenpunt 3 minder. 1,55. Maar ik heb wel wat gespaard voor deze twee knikjes. Vooral voor het laatste stuk nu nog. Ganna blijft nog steeds de onaantastbare man in deze tijdrit. De Italiaan van Ineos. En wij gaan nu naar de laatste kilometer met Van Zevenhand. We hebben nog redelijk wat gespaard. Kom aan, Mari. Alles eruit, man. De gele balk volledig leeg. En de rode balk aan de meet ongeveer leeg droppen. En bam, daar is de slottijd. 2 minuten 23. Ja, het is veel, maar oké. Het valt wel mee op Ganna. Als je ziet naar de tijdsverschillen, zet Van Aert al bijna op een minuut. Pogacar op meer dan een minuut. En het is ook zeker, Tadej Pogacar gaat deze Tour de France winnen. Wij winnen de bolle. Jawel, jawel. En we rijden een decent tijdrit. Dus voilà, het is zeker. We pakken top 10. We pakken top 10. Nou, heerlijk. Al top 3 podium gepakt in La Vuelta. Gewonnen in de Giro. En nu pakken we ook top 10 in de eerste Tour de France. In deze Pro Cyclist mode met Mauri. Maar het is ook de laatste Tour de France. Voilà. Want we gaan er na de volgende aflevering echt wel een punt achter zetten. 19 punten knallen we er nog bij. We gaan echt wel naar het uiterste level stilaan. En dan mogen we ook nog afsluiten op de Champs-Élysées. Jawel, traditioneel in Parijs. Met Ewan, met Bennett, Pedersen, Van Aert, Sagan, Demar, Philipsen, Viviani, Nizzolo en Cimolai. Ja, oké. Eén van die mannen gaat winnen. Al heb ik een klein gameplan nog achter de hand. Maar zometeen zal het wel zien. Tweede ritzegen zou wel heerlijk zijn. Stel je voor, op de Champs-Élysées met een verrassingske. Ja, het kan allemaal op Pro Cycling Manager. Maar aangezien dat onze fitness niet meer wauw is, onze vermoeidheid torenhoog zit... En onze dagvorm ook niet super is. Ja, zal het moeilijk worden. Ook wederom. Voilà. We pakken wel de bollen. Het is mooi om te zien. In een regenachtig Parijs gaat deze Marie van Zevenhand straks op het eindpodium gaan staan. Terwijl Seigle de eerste aanval inzet. Maar het is een mooie tour geweest. Hè? Absoluut. We hebben een ritzegen gepakt. Dat is ook mooi. Hetgene dat ik toch wel heel graag wou. En we hebben dus nu ook in al de drie de grote rondes een rit gepakt met Van Zevenhand. Het was er eentje in de Giro, twee in La Vuelta of drie? Ja, ik dacht twee, hè. En in deze Tour ook er eentje. En de gele trui heeft nog een cadeautje meegebracht. Voilà, dankjewel Tadej Pogacar. Met de helm die niet meer helemaal goed zit qua NIF-programmatie. En eigenlijk het kader ook niet. Toch niet het gele kader van UAE of Colnago. Maar in ieder geval, dankjewel voor het cadeautje Pogacar. Degene die hem geïnt heeft, ja, succes en veel plezier ermee. En wij gaan nog eens kijken naar de nummer 2 in het algemeen klassement. Dat was David Godu. En deze Egan Bernal, de Colombiaan, is uiteindelijk derde geworden. Tweede in het jongere klassement. Dat is niet de beste jongere, dat is wel degelijk Pogacar. Van Aert zit hier in het groen. Maar het is nog niet helemaal beslist om het groen. Nee, want Caleb Ewan... Als hij wint vandaag, kan het nog. Maar dan mag Van Aert ook niet te veel punten pakken. Dus ja, de kans is groot dat het voor Van Aert wordt. En dan nog een persvraag. Zou je ooit een carrière starten met Jonas Vingegaard? Wat vond je van hem in de Dauphiné? Ja, hij was beter dan Roglic, vind ik persoonlijk. Ik denk het wel. Ik denk dat hij beter was dan Roglic. Maar oké, het is moeilijk natuurlijk. Het is misschien subjectief, ik weet het niet. Vingegaard misschien gewoon leuker dan Primoz. Maar oké, als wat, maakt niet veel uit. Maar nee, een carrière met Vingegaard zou hem denk ik niet zoveel uitdaging bieden hoor. Ik denk dat je echt veel wint. En hier de aanval van Zevenhand, jawel. In de tunnel, de aanval van Murray. Hoppa, 99, Ayro erin, Jelken erin. En kunnen we nog verrassen op deze Champs-Élysées, op de kleine klinkers in Parijs. In Parijs, kom aan Murray.
kopbal, maar ja, ze zijn daar het gat wat aan het dichten. We gaan naar de laatste 3 kilometer. We gaan naar de laatste bocht. Ah, kom aan, Marie. En daar komt... Ah, het is Julien. Het is Julien. Julien komt ons even beschermen. Oh, heerlijk. De AI, heerlijk. Maar een sprint hebben we niet meer. Ze gaan ons overroelen. Alaphilippe doet dat in ieder geval al. Daar komt Gaviria. Gaviria met zijn zege op de Champs-Élysées. Oh, dit gaat een verrassing zijn. Fernando pakt hem. Nee, het is Ewan. Oh, het is Ewan. Fernando zegeviert, maar het is Caleb Ewan op rechts die hem pakt. En Van Aert, oeh, Ewan gaat groen pakken. Ewan gaat groen pakken. Wow. Dit is Ricket. Komt hij er wel degelijk nog over, Ewan? Of is het een bug? Nee, hij pakt hem zuiver. Hij pakt hem zuiver, ja. Fernando. Deed een Van Aertje. Deed een Bettiolke. Alhoewel, Bettiol is misschien nog een ander geval, hè. Deed een Alaphilippe, deed een Zabelke. Hebben we nog allemaal, ja. Er zijn er al redelijk wat in het rijtje. Maar deze Pogacar, ja, heer en meester. Heer en meester. Meer kan je er niet over zeggen. Van Aert, ja, wekte toch wel even de indruk dat hij misschien deze Tour kon winnen. Tot halverwege. Tot de echte bergen eraan kwamen. En dan was het Tadej time. En deze Marie was 7-1. 0-2, 102 punten dus. Ja, het zijn er genoeg, hè. Op Bernal, op Pogacar, op Soler, Godu, Alaphilippe, Paret-Peintre, Adam Yates, Moscon en Miguel Angel Lopez. Ja, oké, het is mooi. Het is zeker mooi. Top 10, bolle, ritzegen. Tour geslaagd, absoluut. Caleb Ewan, hij pakt dus het groen. Ja, op de slotdag. Allee, man. Dit is wel een zure voorwaard. Een heel zure. Pakt geen enkel punt. Kwam er ook al totaal niet aan te passen in die massasprint. Ja, en Caleb Ewan met zijn eindjump pakt hij uiteindelijk het groen. Hè. En Pogacar, de beste jongere, bij derde. Hè. Dus in de real life zou eigenlijk van Zevenhand mee op het podium gaan. Met Pogacar Bernal voor de beste jongere te zijn in deze ronde van Frankrijk. En Ineos was de beste ploeg voor Jumbo-Visma. En de zesde plek was weggelegd voor de Wolfpack. Voilà, we zijn er eigenlijk volledig door. Door deze Ronde van Frankrijk, deze Tour de France, Caleb Ewan heeft het slotcriterium in Parijs gewonnen. Maar het is wel een van de mooiste criteriums ter wereld, dat moet je ook wel stellen. En je hebt ook wel al 3 weken bijzonder hard gekoerst, dus dan is dat criterium wel een beetje anders dan een gewoon criterium. We pakken plek 10, dat is lekker. We hebben nu 30 zegens in totaal binnengetrokken in deze Pro Cyclist mode met Mauri. We gaan ijzen naar level 37, maar nogmaals, met die maandwissels gaat dat er nog net van komen, denk ik. Of we moeten nog hier en daar een paar goede prestaties neerzetten. We gaan naar de highlights. Voilà. De Giro werd gewonnen door niemand minder dan onze Marie van Zevenhand voor Carapaz en Enric Mas. Uran was uiteindelijk daar de Maglia Azzurra. Caleb Ewan, de Ciclamino en Marie de beste jongere. Pogacar, Godu, Bernal, de Tour de France. Nevenklassementen was Zevenhand, Caleb Ewan en Tadej Pogacar. Ja, Ewan, 2 keer de snelste sprinter of de beste puntenman in de grote ronde. Straf, straf, straf. Dit was het alweer. Voilà, de Tour de France is voltooid verleden tijd in deze Pro Cyclist mode. En de volgende aflevering, het einde van seizoen 2 en het einde van dit verhaal van Marie van Zevenhand. En daar gaan we natuurlijk nog eens over lopen wat we allemaal verwezenlijkt hebben. En gaan we ook zien of we naar het EK en het WK mochten en wat we daar eventueel hebben gerealiseerd met de Belg en wat er eventueel nog is gekomen in Il Lombardia. Bedankt om te kijken, tot de volgende. Voor degene die de giveaway heeft, veel plezier ermee en vergeet niet, komend weekend nog een laatste giveaway op Twitter. Mis het niet daar. Bedankt en bye bye.